Het leven zit vol met ups en met downs. Soms ga je up en soms ben je down. Soms ben je up en dan wil je down, maar dan gebeurt er niks. En soms ben je down en dan wil je up. Ga maar up! Ga maar up! Nu zijn het gewoon objecten en het stoort me eigenlijk om ze stilstaan te laten zien. Want dat is eigenlijk niet de bedoeling. Pas als je ze oppakt en je gaat er wat mee doen, dan worden het persoonlijkheden. En we keken elkaar aan en ik dacht yes. Gewoon zo? Ja. Hij zat hoog in de bus? Ja. Ik dacht yes. Goedendag, ik ben de nachtburgemeester van Nijmegen. Oh, geweldig. Ja, en ik vind het belangrijk om een warm hart toe te brengen naar de mensen. Het wordt echt warm, moet je maar eens voelen. Hartstikke leuk. En ik vind het fijn om je een warm hart naar jou toe te dragen. Nou, voor de aankomende jaar. Het gaat er natuurlijk om dat je het onder controle hebt. Dat als je zegt up, dat je dan up gaat. Ik zeg up. Maar ja, in het echte leven gaat het vaak heel anders. Doe me nou maar weer down. Sun is out, finally, on my way. Yeah, on my way. Als je een beetje op leeftijd bent en je woont op 3 hoog, dan is er niks aan de hand als je maar een lift hebt. En als die lift het dan altijd maar doet, dan moet je vanop aankunnen. Oh. Dag meneer Busser. Goedemorgen. Zo, wat een meevallen dat u naar buiten komt. Geluk gehad, hè? Ja. Oh, zo voelt u dat al? Ja. Geluk gehad. Want dit is hem. Dit is hem, ja. De boosdoener. De boosdoener. Wat is er precies aan de hand hier? Hij weigert vaak. Hij stopt op verschillende hoogtes steeds. Regelmatig moet de servicemonteur komen. En wat is regelmatig? Nou, het gebeurt wel 2 keer in de week. En ja, ja. En dan zitten er vaak mensen in de lift dat die onderweg stopt. Dan gaan de deuren niet open. Dus twee jaar geleden gebeurt met een bruidspaar onderweg naar het stadhuis. De hele club zat vast. 3 kwartier. Toen konden ze niet trouwen. Dat is laat toch wel doorgegaan. Ze zijn uiteindelijk wel getrouwd. Zit je gewoon hier met een bingoavond. Hebben er 6 of 7 man in die zit. Een half uurtje. Is hij er nog? Hij is er nog. Dan zit je in zo'n kleine ruimte. Ja, met 6, 7 man. 7 man. Ja, en dat wordt gezellig hoor. Ja. Maar dat is al 2 jaar aan de hand. Dat is al 2 jaar aan de hand. Waarom wordt het nou niet gerepareerd? Het is uitgesteld, want in 2012 zou het helemaal gerenoveerd worden. Ja. En dat is nu 1 jaar naar voren geschoven. Maar de onderdelen die ze nodig hebben, die duurt de leeftijd 1,5 jaar. Ik kan me voorstellen dat ze langzamerhand, dat er heel veel oude mensen wonen hier. Die denken, ja, wat moet ik hier nog? Want ik durf niet meer met de lift. Nee, inderdaad, er zijn er die niet meer durven met de lift. En de meeste mensen hebben allemaal, of de meeste, maar een heleboel hebben er een rollator. Die kunnen sowieso niet dit tramp af. Maar is iedereen zo langzamerhand ook een beetje boos hier? Die zijn er wel bij, ja, die boos zijn vanwege de... Want u klinkt ook heel relaxed. Ja, maar ik maak ook geen gebruik van de lift. Ik woon beneden. Kijk, dan heeft u gewoon een stinkende mazzel, zoals dat heet op zijn Amsterdamse. Kun je dat zeggen? Ja. Ja. Oké. Mevrouw Jansen, u heeft ook wel eens klem gezeten, hè? Ja, we hebben ongeveer 20 minuten klem gezeten, ja. Hoe was dat? Nou, niet leuk, maar we zaten gelukkig met een man of 6 erin, dus we konden elkaar steunen. Maar we hebben het ook wel eens gehad dat hij halfweg bleef zitten, weet je wel. Mm-hmm. Tussen 2 verdiepingen in, weet je wel. En dat is eng. En
denk je toch? Dat is eng, hoor. Ja, dat is eng. Ik ga s'avonds niet erin alleen. Dat doe ik niet. Want als je dan vast komt te zitten, hè, dat lijkt me dan een beetje eng, hè? Toch wel, hoor. Heel eng. Ja. Dag. Goedemorgen. Hoge bewoonster. Harm. Zeg ze wel. Ik zie u heeft een stok. Ja. En u woont op Driehoog. Driehoog, ja. En ja. Daar is die lift die het nooit doet. Ja, ja. En wat doet dat nou met u? Want u moet met de lift, denk ik, hè? Ik moet het, anders kan het niet. Nee. Gaat het echt niet. Dus elke keer als u de lift ingaat, dan denkt u... Ik heb het weer gehaald. Ja, echt? Dan komt u met een zucht eruit. Ja, ik heb het weer gehaald. Wat vindt u daar nou van? Ja, leuk is het niet, maar ja, je kunt niet anders. Dit is ongelooflijk. Ja, ik heb inderdaad 2 keer vastgezeten en ik ben zelf helemaal geen held. Dus bedoel, voor mij is het ook een beetje problematisch. Ik weet niet of ze aan beneden verteld hebben, maar hij zakt af en toe. Dus als ik een keer van een boodschap terugkom en ik kom naar binnen en ik wil stap in de lift, kijk altijd naar de richel en hangt die dan lager als de plint, dan neem ik de trap. En je bent dus echt bang voor de lift? Ja, ik ben bang voor de lift. Ik lach ermee, maar... Ik zou dat doen, maar jij kan er goed lopen. Ik wel. Nou, dus daarom, ik kan nog lopen. Maar er zijn hier die mevrouw op de hoek hier, daar woont een mevrouw, die is echt afhankelijk. Ja, zijn we net geweest, die heeft ons doorgestuurd. Ja, en, die kan dus nooit weg als ze dingen niet doet. Nee. Nou, en als je dan de hele dag eruit ligt, zit zo'n mens toch de hele dag mooi boven. Volgens de woningbouwvereniging is er de laatste jaren al veel geïnvesteerd in de lift. Maar al deze reparaties hebben de problemen uiteindelijk niet kunnen oplossen. Er is nu gekozen om een heel nieuw besturingssysteem te installeren. Maar dat gaat nog zeker maanden duren. Tot die tijd zijn de bewoners vooral afhankelijk van de trap. Voor veel ouderen is dat nogal problematisch. Kom, mevrouw de Vries, nog maar 8 trappen. Voorzichtig. Voorzichtig. Zet je voeten goed neer. Ja, hand erop. Zo, bochtje. Kom maar. Voorzichtig achteruit. Achteruit, kom maar. Zo. Gaat het? Bochtje om, kom nog een trap. Oh. Mevrouw de Vries, wat doet u nu? Dag, mevrouw Hendricks. Dag, meneer. Zullen we met de lift? Ja, laten we dat maar doen. Durft u wel? Ja, als je het maar doet. Ja, dat weet je maar nooit. Maar ik dacht, stel nou dat hij het niet doet, is het misschien fijn als hij wat gezelliger is. Oh, gaat u gaan. Ja, ja. Hé, mevrouw de Vries is er ook. Godzijdank. Zo, ga lekker zitten. Ja, mevrouw de Vries. Schuift u een stukje door. Zo. We gaan naar 3. Naar de 3. Op hoop van zegen. Ik hoop dat hij doet. Ik hoop het ook. Nou, grappig zeg. Ben je met liften bezig, zul je net zien, hè? Zie je de hele dag overal liften. Hoi. Ik had net daar langs gereden, zag ik jou helemaal daarboven. Ja. En we zijn de hele dag al bezig met liften. Toen dacht ik, oh, ik durf het bijna wel te vragen. Mag ik een keer mee? Naar boven? Ja. Tuurlijk. En kan je dat tegelijk in met z'n tweeën? Ja. Ja. Ha. Zo. Dus jij bent iemand die eigenlijk alles altijd een beetje uit de hoogte bekijkt? Vaak, ja. Ja. Hoe hoog gaan we nu? Zeg maar, hoe we willen. Nee, maar 25 meter. Nou, 25 meter zou ik zeggen. Woehoe. Dan zie je ganse wiegen aan je voeten liggen. Ah, 25 meter! Dat ben jij gewend, maar jij voelt helemaal niks meer in je maag zo. Nee, nou niet. Want we wiebelen zo'n beetje lullig. Ja, dat is toch mooi? Dat vind jij niet erg? Nee. Krijg jij hierboven nou altijd mooie gedachtes? Nee. Geen enkele? Nee. Misschien moeten we samen even zwaaien nog zo. Ja? Voor beneden zijn zo. Ik moet zeggen, je zo hoog bent geweest. En je bent weer op maaiveldhoogte bijna. Ja. Dan denk je wel, het is toch een stuk normaler, hè?
Zee, dan is iedereen weer gewoon. Terwijl als je daar boven staat... is iedereen klein. Ja, maar dan voel je jezelf toch heel groot. Heb jij dat niet? Jawel, dat is zo. Ja, zie, dat heb je dan toch wel. Ja, je kijkt overal overheen. Ja, dus, ja. Je denkt toch wel, ik ben misschien een gewone glazenwasser. Ja. Maar ik kijk wel allemaal op jullie neer. Precies, ja. Mooi, man. Heerlijk, hè? Dennis en ik samen op 25 meter hoogte. Aan één dun wiebelpaaltje. Ik vond het een fijne ervaring. Ja, is goed. Dankjewel. Oké. Okay. Even de kampeerlamp aandoen. Zo. 1, 2, 3. Zo, Vindus. Petson? Ja? We gaan wel volgende week kamperen, goed? Nee, Vindus. Jij wilde vandaag leren kamperen. Dat moest vandaag op stel en sprong. En nou ga ik je ook leren kamperen. Dat is het liefste wat je doet, hè? Op reis zijn en een zaaltje je spullen opbouwen en dan spelen voor het publiek. Dat is het leukste wat er is. Hopsiekei. Kinderen geloven onvoorwaardelijk in de echtheid van die personages. Hè? We spelen nu een stuk met een kat. Nou, die kat die is voor hun absoluut echt. Hè? Laatst hoorde ik een kind in het publiek... Oh, ik heb zelf een kat, maar deze is nog veel gekker dan die van mij, weet je. Dat is helemaal echt voor hun. Ja, daar doen we het voor natuurlijk, voor dat soort betrokkenheid. Hè? Siert van den Berg is poppenspeler. Samen met zijn compagnon Susie Ellenburg geeft hij wekelijks voorstellingen. In zijn eigen poppentheater in Zutphen of in zalen door het hele land. Nu zijn het gewoon objecten en het stoort me eigenlijk om ze stilstaan te laten zien. Want dat is eigenlijk niet de bedoeling. Pas als je ze oppakt en je gaat er wat mee doen, dan worden het persoonlijkheden. Petson! Petson, help! Och, kijk dat toch eens. Juffrouw Antje en juffrouw Meidoorn. Kom maar bij opa Petson, hoor. In een stuk kan ik mezelf spelen. Dan speel ik zelf een rol. Maar op het moment dat ik die pop beetpak, heb ik echt het idee dat ik tegen een ander, met een ander sta te praten. Een pop heeft ook meteen zijn eigen stem. Daar hoef ik helemaal niet over na te denken. Dat schiet je onmiddellijk in. En daar hoef ik helemaal niet mijn best voor te doen. Wat ik leuk vind aan dit vak is dat het heel veelzijdig is. Hè? Je moet een beetje kunnen schrijven. Ik mag zelf de decors schilderen, ontwerpen. Ik mag de affiches erbij maken. Snap je? Het is heel, heel... En ik mag ook nog eens een keer spelen. Zie de wolf op de bergtop staan. Hij zingt een lied bij de volle maan. Ik was er toen een jaar of 15 aan het spelen al. En die stukken die werden steeds sneller. En op een gegeven moment dacht ik van... maar toch verlies ik het elke keer nog van de snelheid van televisie. Dus daar ben ik toen mee aan de slag gegaan. Heel mooi, heel snel verhaal te maken. Hele snelle decorwisselingen. Maar het was gewoon niet te doen. En daarna ben ik daar ook weer helemaal op teruggekomen. Het is gewoon een ander medium. Het is een vreemd en eenzaam lied. Dat was natuurlijk in het begin van... is dit een vak waar je gewoon van kunt leven? Maar op een gegeven moment ben je daarmee aan de gang. En dan kom je in een spiraal van voorstelling op voorstelling maken. En dan ben je op een gegeven moment ineens poppenspeler. In de 19e eeuw schreef de beroemde dichter Piet Paaltjes het gedicht aan Rika. En dat begint zo. Slechts eenmaal heb ik u gezien. Gij waart gezeten in een sneltrein die de trein waarin ik zat passeerde met volle vaart. De
kennismaking kon niet korter zijn. Nou, dat soort tragedies heb je tegenwoordig nog steeds. In Nijmegen, met Paula. Paula? Nee, ik ben Paula. Paula, hey, hoi. Hoi. Schrijf even op. Zo, kom even naast je zitten. Paula, waarom zitten we hier? Omdat ik jou uit wil leggen wat mij hier overkomen is. Dat klinkt heel serieus. Ja, is het ook eigenlijk. Nou, brand maar los. Ik zit hier op de bus te wachten om naar Auvergne te gaan. Ja. En lijn 4 naar Wijchen-Zuid komt eraan gereden. Die stopt hier precies recht voor mijn gezicht. Zo hier, zo? Ja. Ja. Wat zit daarin? Zeg jij het maar. Een mooie man. En toen? En we keken elkaar aan en ik dacht, yes. Gewoon zo? Ja. Hij zat hoog in de bus? Ja. Ik dacht, yes. En dat heb ik bijna nooit. Yes, wat? Yes, yes, geweldige man. Ja. Nou ja. Ja. Wat leuk. En dan moet je nagaan, het ging zo, hè. Hij zat zo naar mij te kijken. Ja. Hij draait die kant op. Ik draai die kant op. Hoppakee. En dan waren we weer. Dus ik die kant op, hij die kant op. Dat is zo een aantal keren gebeurd. En het vertrekt weer op. Hij reed gewoon weer weg. Hij reed weer weg. Dus jullie hebben 4 keer naar elkaar gekeken, gelachen. Ja. Er was echt een enorme klik. Ja. En hij rijdt door. Ja. En hier heb ik de spijt van. Ik had of de hand tegen de bus moeten doen. Het raam aan moeten zetten. Aha. Of ik had een kaartje moeten kopen en in moeten stappen. Dus het is ook heel treurig. Eigenlijk wel, ja. Jemig. Ja. Ben je alleenstaand? Ja, ik ben heel erg gescheiden. Of weduwe. Weduwe? Hoe lang al? 5 jaar. 5 jaar. Was het een leuke man? Het was de liefde van mijn leven. En dat meen ik echt. Dat zie ik Wij ook waren aan. Soulmates. Ja. Maar mag ik vragen hoe die doodgegaan is? Ja, hij was ogenschijnlijk kerngezond. En ik word op een gegeven moment 's morgens wakker. Ik denk, waar is Jeroen? En ik kijk, ligt hij dood naast me op de grond. Ja. Dat schrik je ook echt heel erg. Ja, hè? Dat heeft zo'n impact op mij gehad. Dat, vandaar ook denk ik dat ik helemaal tot nog toe niet open heb gestaan om iemand te ontmoeten. Nee. Stel nou, dan komt lijf hier zo eraan, hè? Ja. En dan zit hij erin. En ik ben met jou in gesprek. Wat zit ik eerder binnen als jij? Doen we een wedstrijd? Vlieg gelijk die trappen op en ik ben binnen. Maar die arme man die snikt zich te pletteren. Ik grijp hem bij zijn lurven. Lurven? Vind ik netjes uitgedrukt. Netjes, hè? Ja, vind ik ook heel... ja. Ja, hoe komt hij erop? Hou we graag zo. Dat is Wijchen-Zuid. Ja? Ja. Wijchen-Zuid? Ja. Oh ja, oké. Okay. Er zitten allemaal mensen in. Zullen we even vragen of we even binnen mogen kijken? Ja. Ja, die is te oud, hè? Die is te oud. Ja. Kom hier. Ja, je weet het maar nooit natuurlijk. Nee. Hier zit een man, hè? Deze meneer. Die is het niet? Nee. Nee, jammer. Achterin nog, die zijn allemaal veel te jong. Nou. Ja, dat maakt ook niet uit. Nou, daar zit je er niet in. Jammer, jongens. Wij zijn niet gegeven. Jullie zijn te jong, ja, sorry. Nou. Stel nou, hè, ja, dat hij zelf niet kijkt, maar de mensen om hem heen wel. Ja. Dan zou het misschien handig zijn als we zo'n politietekening van hem hebben, van vermist. Ja. Dan kunnen mensen kijken en zeggen ze, hé, dat is Henk of Sjaak of Piet. Ja, kan jij dat voor elkaar krijgen? Zal ik dat regelen voor je? Blijf zitten, hè. Ja. En let op alle bussen 4. Ja, ja. Paula, dit is Frans. Hoi, ik ben Paula. En Frans kan als het goed is een tekening maken. Ja. Dus hoe nauwkeuriger jij beschrijft of laat zien hoe jouw toekomstige echtgenoot eruit ziet, ja, hoe beter de tekening wordt. Dus... Nou, ik heb een aantal fotootjes. Ja. Dat zie ik. Onderdelen daarvan hebben betrekking op hem. Aha. Hij heeft dus deze ogen. Ja. Ja.
Je begint gewoon meteen, Frans. Ja, waarom niet? Ja, spannend. Doe je dit nou ook voor andere dingen of alleen voor romantische bushalte liefdes? Frans. Nee. Van alles. Stelletjes, babytjes. Maar ook rechtbank en zo? Rechtbank ook. Nou, politie... Opsporing verzocht. Opsporing verzocht. Oh, dat doe jij ook? Want er zijn zulke mooie tekeningen soms. Ja, soms. Nou, als ze mooi zijn, dan zijn ze van mij. Welke mond zal ik doen? De mond. Deze. Oh ja. Oh, dat is wel een sensuele mond. Ja, lijkt mij ook. Dat is een mond waarvan je zegt, daar zou ik zin in kunnen hebben. Ik wil kussen. Ja. Kom je de hele tijd in de buurt, Frans, hè? Zullen we eens even kijken? Want dit lijkt mij heel goed zo als... Ja? Moet je kijken. Zal ik hem ophouden? Ja. Mag ik heel even een experiment doen in uw bus? Want we zoeken deze man. Even hoor, mooi. Hier, hè? Zo. Zat hij hier? Zo. Ja? Is het hem? Ja, het is hem. Ja, het is hem, hè? Ja. Nee. Oké, daar gaan we. Let op. 3, 2, 1. Ik vind jou een hele leuke, woeste man. En ik wil het liefste de rest van mijn leven met jou delen. Deze. Heb je iets te vertellen of te melden? Omroepgelderland.nl. Ja, ik bedoel, zover maak je niet mee in je leven, toch? Dus ben je dit? Al heb je 4 kinderen, ik zou het toch even onderzoeken. Dat is echt zo leuk, toch? Niks 4 kinderen. Nou ja, nee, acht, ik weet die niet. Gaan naar een weeshuis. Baby, you've asked me meet you here to tell me that you wanna try and work it out. Oh, let me down gently. Ik ben de nachtburgemeester van Nijmegen en ik doe even een rondje door de stad. Goedenavond, ik ben Dora Krol, de nachtburgemeester van Nijmegen. Ik heb je helaas ook in het zwembad zien springen. Ja, dat was een grote foto, dus je herkende mij al. De Nijmeegse nacht is in handen van Dora Krol. Ze is de eerste nachtburgemeester van Gelderland. Dora gaat Nijmeegse kroegen langs om te luisteren naar de wensen van de Nijmegenaren en zorgt ervoor dat het nachtleven in Nijmegen genoeg te bieden heeft voor alle inwoners van de stad. Ik merk altijd dat ik bezig ben om mensen bij elkaar te brengen. Dat is heel raar. Of als ik iemand ken, denk ik, oh, ken je die al? Of gewoon toch te verbinden is toch, denk ik, een kwaliteit die ik in mezelf heb. Ja, ik ben verbinding voor iedereen eigenlijk. Ja. Ja, je kunt je geest wat loslaten. En als je goede gesprekken kijkt overdag, moet je allerlei dingen doen. Iedereen is aan het werken en je kunt in de avond, in het nachtleven, kun je ook met mensen dieper over dingen doorpraten. En dan kom je tot dingen en denk, oh ja, dat is toch wel belangrijk of dat is interessant voor je leven. Of ja, dan kom je tot dingen waar je eigenlijk overdag geen tijd voor hebt. Kijk, en s'nachts, ik ben geen nachtdier die hier de kroegen afloopt en kijk hoeveel dronken artsen hier rondlopen. Daar ben ik eigenlijk niet mee bezig, of dat is ook mijn invalshoek niet. Maar ik vind het wel belangrijk dat het fijne dingen te organiseren voor de stad. Goede dingen eigenlijk, positieve dingen. Nou, succes hier, hè? Ja, ik weet gewoon dat heel veel mensen alleen zijn. En ik zie natuurlijk best wel veel mensen die behoefte hebben om contact met elkaar te hebben. Maar overal waar ik kom, mensen vertellen alles tegen mij. Iemand zei tegen mij, ja, ik durf nooit alleen 's avonds uit te gaan. Toen dacht ik, ja, dan kan ik natuurlijk de nacht van de maatjes organiseren. Dat iemand anders zegt, oké, ik stel me beschikbaar en ik neem die persoon mee uit te gaan om 's nachts een keer te gaan dansen. En ik kan het gewoon aanhoren en ik kan het wel terugkoppelen naar de wethouder en naar de gemeente. Dus het kan echt een goede schakel zijn. En dat is natuurlijk wel eigenlijk wel belangrijk. Ja.
Aankomende maand is Valentijn. En ik heb een initiatief opgezet, de Nachtlief heet het. En dan vind ik het fijn om harten uit te delen aan mensen. En dat ik mensen graag een warm hart toedraag voor het aankomend jaar. Hallo. Goeiedag, ik ben de nachtburgemeester van Nijmegen. Oh, geweldig. Dat is leuk dat ik een keer live tegenkom. Ja, en ik vind het belangrijk om een warm hart toe te brengen naar de mensen. Het wordt echt warm, moet je maar eens voelen. En ik vind het fijn om je een warm hart naar jou toe te dragen. Nou, reuze voor de aankomende jaar. Dankjewel. Ik vind het heel leuk graag. Ja, dankjewel. Veel plezier. Kijk, mensen zijn heel erg voor zichzelf. En mensen zijn heel erg met zichzelf. Iedereen heeft het druk. En ze hebben eigenlijk geen tijd voor elkaar. Terwijl het gaat om de verbondenheid, het gaat om de liefde, het gaat om de innerlijke ziel naar elkaar toe te verbinden. En dat is uiteindelijk het leven waar het om gaat, denk ik. En niet om het werk, om het geld. Het gaat om de samen met elkaar dingen delen. Dat vind ik echt heel erg belangrijk. Tot ziens, hè. Doei. Dorpje waar nooit iets gebeurt hier. Behalve een bejaarde man op de stoep. Oh, wat gebeurt hier? Ik denk dat worden fietsen gejat. Nee. Ga het maar, loop even mee, want... Dan pakken we wel mooier, toch? Oh, dat doen jullie ook, zeg maar. Ja. Maar wat ben je aan het doen? Gewoon een beetje deur aan deur te gaan om het oud ijzer te vragen. De oude metalen en zo. En wat doe je dan mee? Dan brengen we straks nog een grote sloothandel. Ja? Ja. En wat levert dat nou op? Ja, dat zeg ik niet. Nee, gewoon, weet ik niet, zo'n 20 cent per kilo of zo. Ja. Hoe is het ooit begonnen dan? Hoe het begonnen is? Vorige week donderdag bij een biertje. Ja, dat is de eerste keer niet. Ja, zonder gek. Je bent net begonnen? Ja. Oh, wat mooi. Ook toevallig aan. Jullie waren altijd werkloos? Ja. Serieus? Ja, zonder gek, ja. En toen dacht je, ik moet wat gaan doen? Ja, precies. Wat goed. Ja, ik moet er wat proberen, hè. Tot slot dan alleen even de naam van het bedrijf. Naam van het bedrijf? Firma List en Bedrag. Moeten we een nummer erbij doen? Ik zou dat maar doen. 06. Roy, dan geef jou een nummer. Van die linker telefoon graag. Hoi. Dat is toch heerlijk. Als je werkloos bent, hoef je toch niet werkloos thuis te gaan zitten? Dit komt wel goed, hoor. And if I'm weak, then you can't save my insecurities. Without you, I can't do what I choose. Cause when you got no one to love, you got nothing to lose. Strijken. Mijn hobby is het niet. En daarom ben ik heel blij met mensen als Christian Buiten uit Wijchen. Hij strijkt de hele dag andermans plooien glad met zijn strijkservice. En hij vindt het nog leuk ook. Dit is het basismateriaal, hè? Ja. Het ijzer. De plank en het ijzer. Ja, oh ja, de plank natuurlijk, zo. Ja, uiteraard. Dit is jouw nieuwe werkveld. Hier wil ik inderdaad wat meer mee gaan doen, ja. Oh, je was wat aan het doen in je leven? Ik heb jarenlang in de detailhandel gewerkt. En daar heb ik 7 jaar voor een commercieel dienstverlenend parkeerbedrijf gewerkt. Wat deed je dan? Daar ben ik manager geweest in... diverse locaties. Ja. Onder andere in Eindhoven gedaan. Drukke baan geweest. Ik zie jou kijken nu. Ik sta te praten terwijl we ondertussen ook kunnen strijken. Kost geld dit, hè? Tijd is geld. Ja, nou, zullen we doen? Begin jij maar officieel. Ik kijk af en toe uit mijn ooghoek, want ik strijk heel weinig. Dus, Zal ik jou makkelijker geven dan? Is dit makkelijk? Ja, daar ben je zo over. Oké, goed. Nou, jij was dienstverlenend parkeermanager. En toen? En toen kwam er op een gegeven moment een tijd dat we zeiden... nou, willen we nog met elkaar verder? Niet meer. En toen kwam ik thuis en dacht van, ja, wat wil ik nou eigenlijk gaan doen? Ik heb al die tijd wel het idee gehad om iets voor mezelf te gaan doen. Ja. En toen dacht ik van, ja, ik wil iets doen wat bij mij past. Op een gegeven moment was ik thuis ook aan het strijken, want... Ja,
Ik heb dat eigenlijk al jaar en dag zelf gedaan. Nee, want de meeste mannen die koken nog wel eens of die stofzuigen een keertje, maar strijken zie ik ze vaak niet doen. Nee, dat klopt. Waarom jij wel? Nou, ik was jaar of 17. Ja. En toen heb ik gezegd van destijds toen ik thuis woonde tegen moeder, joh, dat wil ik ook leren. Ik vind dat ik alles moet kunnen. Niet alleen koken, maar inderdaad ook ramenlappen, strijken. Want stel nou, je bent 80 en je komt te zitten. Toen heb ik gedacht, ik wil in ieder geval alles zelf kunnen. Goedemiddag. Zo, goedemiddag. Zo. Je zegt maar je hebt nog niks gedaan, of wel? Nou, ik heb het van de waslijn gehaald en in een mandje gestopt. En ik ben blij dat Christian de rest doet. Nou ja, altijd. Goh, jij komt gewoon... Je woont in de buurt? Ja. En je bent een werkende vrouw? Ja, werkende vrouw. Of een hele slechte huisvrouw, zeg het maar. Nou, werkende vrouw, klein kindje, zwanger. Oh ja? En, ja. En heel veel wasgoed. En heel veel wasgoed. En hoe heb je dat ontdekt? Want dat ging de buurt door? Van, wat horen we nou? Ja, ging de buurt door en toen dacht ik, nou, ik heb die man wel eens zien lopen en... lijkt me eigenlijk wel handig. En hoe werkt dat dan? Je dumpt een heel mandje. Ja. Dat is op zich schone was. Ja. Dat dan nog wel. Je zou het misschien ook nog kunnen overleggen dat je het gewoon vuil kon brengen. Ja. Dat hij alles wast en dan... kan dat ook? Ja, dat kan allemaal. Oh, wat goed zeg. Je kunt me alle kanten op. Ja. En dan geef je dus wel je persoonlijke was aan iemand uit de buurt. Ja, maar ja, de hele bijzondere dingen doen we er niet bij. Dat bedoel ik. Die doe je zelf. Die doe ik zelf, ja. Echt een Tiroler print. Ja. Doet hij het goed? Ja, het ziet er wel altijd hartstikke netjes uit. En soms wil ik bijvoorbeeld iets dat het extra netjes is... of dat het helemaal gevouwen is. Of, Dan krijg je iets, zeg je het erbij. Ja. Nou, we gaan het voor je verzorgen. Maar je kunt goed strijken dan? Nee, niet dat ik weet. Oh. Nee. Aan Christian legt het vast uit. Ja, precies. Ja. Had je meteen door dat het een soort gat in de markt was? Nou, ik heb daar geen onderzoek naar gedaan. Ik denk alleen dat het is een klusje wat behoorlijk tijdrovend is voor de meeste mensen. Ja. En je hoort wel, ik hoorde in ieder geval wel vaker de geluiden van... jongens, ja, dan moet ik gaan staan strijken, geen tijd voor, geen zin in. Dan heb je de hele week gewerkt met z'n tweeën. En dan moet je dan ook nog op zaterdag of op zondag op je vrije dag... Ja. Moet je zo eens gaan staan doen? Heb ik ook. Dus ik ben ook altijd blij als ik het niet zelf hoef te doen. Nee, te doen. En ik doe het met alle plezier voor iedereen. Ik moet zeggen, ik was een beetje gewapend inderdaad tegen wat negatieve reacties. Want ja, welke als dan? Man sta je te strijken, het klinkt niet macho. Maar ik heb eigenlijk veel meer positieve reacties gehad als dat ik zelf had verwacht. Mm. Zo'n kinderspijkerbroekje, dan krijg je toch ook zo'n trek het zelf maar aan met kreukels, gaan ze er vanzelf uit, niet? Dit capuchonnetje is een beetje lastig, wat doe je daar nou weer mee? Hou je helemaal knettergek van? Stom ding. Dit soort dingetjes opvouwen ben ik heel slecht in. Ik krijg al helemaal een soort stress. Oh, niet in de fik laten vliegen. Je mag hem ook op een hangertje doen, meteen. Nee, ik ga hem nou opvouwen ook. Okay. Zo'n randje is ook een crisis, hè? Is het nou duur? Nee, helemaal niet. Zeggen ze wat? Nou, wat we hier net hebben gedaan, dat komt op een zeg maar 12, 13 euro. Dat stapel, die hele stapel zo, dus dat valt er morgen mee. Ja, maar een hoop uren strijken wil je een beetje... Ja, het is ook een beetje gewoon een hobby erbij. Ja, de een gaat tarnieren, hè. Dat zijn ook mensen die zoiets gaan doen. Of andere ideeën. En ik moet zeggen, ik word altijd wel... staan we na te denken dan over dingen. Geef jou wel een soort rust? Ja. Dus nou, ik ben er al druk in mijn kop bij vlagen, dus dan heb je tijd om... Even rustig eruit te strijken. Ja, dan de plooi in je kop glad te strijken. Aha. Christian wil uiteindelijk een echt bedrijf worden. Met 3 of 4 mensen in dienst. Moet je wel goede strijkers nemen, hoor. Want dit wordt echt excuus vragen bij de buurvrouw. Want daarom krijg jij die ook, toch? Takkerbroek, zeg. Wat is het voor een ding? Mag ik hem bij jou leggen? Ik vind het echt meestelijk wat je doet. Maar ik kan het niet echt. Dus... heel veel succes met je nieuwe onderneming. Dankjewel. Stik de moord, jongen. Heb jij dat niet? Nee.
mee. Doeg. Frisse lucht. Heerlijk. Hoi. Dat lijkt mij echt de droom van elke vrouw. Een stoere kerel die met grote gebaren de kreukels uit je leven strijdt. Ach.